Tijdens een bezoek aan de Technische Universiteit Eindhoven heeft minister Henk Kamp van Economische Zaken zich laten informeren over het thema energie. De minister werd onder andere bijgepraat over de toekomst en de economische perspectieven van duurzame energie. In het Automotive Lab praatte hij via een Skype-verbinding met de leden van het Solar Team Eindhoven. Ze rijden in Australië de 3000 kilometer lange Solar Challenge met Stella, de eerste gezinsauto op zonne-energie. Ja, er is geen concurrent die met 4 personen gaat rijden tijdens de World Solar Challenge. Dus dat maakt het wel extra uniek en daar zijn we ook wel heel erg trots op. Het is altijd een belangrijke stap die jullie nu zetten in de praktijk van de overgang van op de ouderwetse manier autorijden naar het autorijden van de toekomst. Vleugeldeuren erin, geweldig hè. Jongens, veel succes en tot kijk. Of je nou voetbalrobots hebt, of je hebt in ieder geval een zorgrobot die daar staat. Het principe is eigenlijk hetzelfde. Dus een robot die zich voortbeweegt, communiceert met en reageert op een steeds veranderende omgeving. Dit laat voor het eerst zien dat elektrisch rijden niet een golfkarretje is, maar dat het gewoon echt competitief is. Hebt u een belastingvrij kunnen kopen dus? Ja, precies. Tot 1 januari geldt dat allemaal. Dit lab werken wij aan zonnecellen. Nou werken we niet zozeer aan het maken van echte zonnecellen zelf, maar met name aan de apparatuur om zonnecellen te maken. Het bezoek werd afgesloten in de cleanroom van Nanolab, waar hij uitleg kreeg over fotonica, een technologie waarmee data vele malen sneller getransporteerd kan worden.